Wat up boys, welkom bij Splinter nieuwe vlog slash video. Ik weet ook hoe jullie dit wil noemen. In vandaagse video rijden ze een beetje fiets. En ja, ik ga jullie een beetje wijzen wat ik altijd rij. Dus elke dag wat ik oefen. Jullie weten ik is verliefd op fietsreis. En voor mij gunsteling goed om te doen. Dus ik heb daaronder begin. Dit ik naar hier opgerijd, al die pad zo. En nu is ik hier boven. Dan ga ik hier die pad afrijden. Dit is baie afdraande, so ja, is baie lekker om op soos val downhill te oefen, en is een rove pad, so ek het my GoPro hier, en ek gaan oorfiets na hom toe, en dan hoop ek julle enjoy die video. Oké boys, dit is nou weer pad op, dit is een lang climb, so dit is nou die pad wat ons net afgekom het, en dan gaan ons nou weer op boe die pad afrij wat ons mee gekom het, en dan ja, dan sal ek vir julle nog een route wys daarna. Ek gaan nie alle routes kan wys vandag nie, want ja, ek rin nie alles op een dag nie, so ja, ek kry julle weer op boe. Ik weet niet of jullie op die GoPro gezien het, waar ik hier afgekom het, hier is in die middel. En dan hier zo, hier die slaapclub. En daar is een stukje slaapclub daar. Ik land bij die slaapclub daar. Ik weet niet of jullie het mooi kon zien op die GoPro niet. Maar ja, dit was, hier is een van die lekkerste goed op die pad. Jij flip en krijg airtimes is nog iets tot en met al, so. Yes. Let the uphill journey, like, continue. Ons is weer boe. Dit is die pad wat ons opgekom het. Heel in die begin. So ons gaan om nou weer afrij. Ons het nou net hier opgekom, hier ingedraai. En dan, ja, hier is baie steil af, julle. Soos julle kan sien daar, waar het afdraande gaan. So, ja, enjoy. Kant toe gaan, wat ook baie lekker is, so kry hulle daarboe. Dis ons is hier, nou hy gaan hier, en dan rol jy oor die klippe, so hier is ons een pad net hier voor wat baie steil afgaan, so af, maar rol jy oor hierdie klippe, hier voor is het waar dit baie steil word, daar al in my fiets,
So hierso moet jy net 'n mooi line kies. En hier sit waar het moeilik raak. Ja, dit is toch een stijl op camera, lijkt het niet zo stijl nie. Maar vat net de line so deur. En dan aftrooi jy onder. Dat ek julle net wys. Die stijl is het van die onder af. So ja, dit lyk baie bad op camera. Maar is pretty stijl hier af waar jy mooie lijnen moet kies. En dan oor hierdie klippe. En ja, so ek gaan maar weer met my GoPro sien met Jiggy neem. En dan gaan ek reguit afry. Ek gaan anger record en dit reguit afry tot daar heel onder. So ja, dit is baie lekker by die teerpad ook af, want dit is net afdraande. So jy send dit net. So ja, ek sien julle dan nou weer. Seker 'n bietjie shakey vir julle. Maar ja, kies die rigting aan. Ons klippe om die groot klip. Yes. Af met die klip. Dat die rol. Ja. En dan kyk of het skoon is op die pad. Dan send ons dit. Ek gaan het vir een rikkie langs die pad send. En dit is flippen lekker. Also my huis is na alle kant die stuk veld aan die linkerkant. So, dit is pret nie awesome. Dit is nabang als dit is wat het awesome mag. Okay, so hier is die laarskool. Waar ek nie meer in is nie, dit is awesome. En daar het my ketting net afgeval. Ek weet nie hoe nie, maar hy het afgeval. So kom ons tjak om net gaan hier so weer aan. En dan kap ons het een lekker rustige kruis in die dorp. Of kom ek stel so in die skoolgebied. So ja, hier is die laatste onze sportgronde aan onze rechterkant. En dan wacht, kan ik dit inkliet als ik doe, dankie. So, ja. Die van jullie wat ook interesseerd is van hoe mijn woonbuurt lijkt. Of mijn, niet mijn woonbuurt, maar ik bedoel. Ik bedoel mijn dorp. Zo saaf. Het klinkt toer voor jullie. Dit is die laarskoolse skoolstof. Wow! Die huis hiervoor het ek en al my vriende een cracker, maar nogal een cracker in sitte. Dit was een band en hy is hier langs ons, net hier voor ons. En daar was een oude boorgatpijp wat af onder die grond in gegaan het. En dit ons, die skool is net hiervoor
Dan komen ze gewoon als hij cracker naar de pijp af. Dit was baya, boys, je verstaan niet. Dit was. Joh, dit was. Ik denk, mensen het gedenk dat ze boven, want dit was een fuppenhaar. So. Yeah. Ik heb de video geniet. Ja, dit was een lekker ride. Ik hoop jullie het geniet om een beetje samen met mij te rijden. En ja, dan zie ik jullie in de volgende video.